Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Paper Mario The Origami King video. En misschien is dit wel de allerlaatste video. In de vorige video hebben we alle baas bij het groene lint verslagen. En we hoeven alleen nog even met onze vouwarmen dit lint weg te trekken. En daarna even Bowser te redden. Want Bowser die is lekker aan het hangen daar, aan een wasknijper of zo. Maar hoppakee, dit is het groene en het laatste lint die we hier weghalen. En daar gaat hij, daar gaat hij. En je ziet het, dit is het laatste lint dat om het kasteel van Princess Peach zit. Nu moeten we alleen nog daar zien te komen, denk ik. Daar bovenop die berg. Maar alle linten, die zijn nu verdwenen. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Lekker! Het groene lint is vernietigd. Lekker hoor, Olivia. Lekker Mario. Ja, en Kamek die heeft ook wel aardig geholpen hoor, deze keer. Bowser Jr. heeft iets minder gedaan. Die had ook zijn rol. Maar vooral Kamek was wel lekker bezig. Ja, en nu is dus de vraag, wat gaan we met Bowser doen? Olivia zegt, geweldig werk weer Mario. Dat was het laatste lint. Het is ons gelukt. En daar zijn ze, Bowser Jr. en Kamek. En Bowser Jr. die zegt gewoon, heel erg bedankt voor jullie hulp. Dankjewel. Sinds wanneer heb je mij een keer bedankt? Olivia zegt, weet je, sinds de eerste keer dat je me uit die muur redde in Peach Kasteel, heb je me keer op keer weer gered. Tuurlijk, Olivia. Daar ben ik voor. Daar ben ik Mario voor. Ik haat Mario. Jij moet gewoon een keer je mond houden en gewoon even gaan chillen hier. Elke keer maar weer mee bemoeien, die freaking Piet. Anyway, Olivia zegt, ik wil je bedanken uit het diepst van mijn hart, Mario. Zonder jou was dit maar nooit gelukt. Dan was er helemaal niks van mij terechtgekomen. Nou, niet zo depressief, joh, Olivia. Kamek die vraagt ook, gaat het wel met je? En Olivia zegt, ik ben gewoon zo blij dat we nu naar Peach Kasteel kunnen. Ik ook. Ik ben ook blij dat we naar Peach Kasteel kunnen. Maar Olivia vroeg zich wel af of we haar broer kunnen stoppen. Of zij wel zoiets belangrijks kan in haar eentje. Dat hoef je niet in je eentje te doen. Dat gaan we met z'n allen doen. Ga je ook helpen? Gaat Bowser helpen? Bowser gaat helpen. Hij zegt, je denkt toch niet dat we je dat alleen laten doen, hè? Weet je niet hoe het werkt? Mario die moet de prinses redden. En ik moet Olly vinden en zijn gezicht perforeren. Omdat hij me in een postzegel heeft veranderd. Of ja, in ieder geval agressieve sprongetjes moet hij maken totdat hij zijn lichaam terugkrijgt. En Bowser Jr. heeft ook nog een appeltje met hem te schillen voor wat hij zijn vader heeft aangedaan. En voor alles wat hij heeft doorgemaakt. Zoals 40 keer in bad gaan. Ja, Bowser Jr. houdt niet van een bad. Bowser Jr. stinkt liever. Je stinkt zelf! Jij stinkt, jongen! Ga je buis eens even wassen, vriend. De Kamek die zegt, nou, zo mag ik het horen. We moeten hem de kracht laten voelen van Bowser's onderdanen. En van plat papier. En Olivia zegt, ja, bedankt. Met jullie aan mijn zijde gaat het me misschien wel lukken. Oeh, kijk er staan. Kijk er zweven voor die troon. Ik zal hem krijgen, zegt Olivia. Kom je halen, broer. En deze keer kun je hem niet meer zo makkelijk een grote steen op me laten vallen. Oh, trouwens. Hoe komen we eigenlijk bij Peach Kasteel, jongens? Nou, Bowser Jr. heeft toch zo'n mooi ding? Oh, Bowser zelf zegt. Oh, maak je daar maar geen zorgen over. Dat regelt Bowser. Maar er is één ding dat jullie voor me moeten doen. Ja, en dat is hem hier afhalen. Komt goed, jongen. Komt goed. Oh, Bowser Jr. en Kamek proberen het. Oh, wij proberen het ook. Kom op, met z'n allen. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja hoor, daar gaat hij. Nice. Bowser zegt, nou, dat is een soort van beter. En Olivia vraagt of Bowser een plan heeft om hoe we bij dat kasteel gaan komen. Kamek zegt, misschien moeten we het daar nog even over hebben, meester. En Bowser zegt, daar heb ik helemaal geen tijd voor om erover te praten. Ik heb iets speciaals voor dit soort gelegenheden. Waar ga je naartoe? We moeten hem volgen naar de voorraadkamer. Oh, heeft het met al die bobombs te maken? In de voorraadkamer waren al die bobombs. Daar konden we net nog niet naartoe. Omdat dat groene lint nog in de weg stond. Dat was in de 2 afleveringen geleden hebben we daar gekeken. Daar gaan we jongens. Kijk, ze zijn ook weer allemaal gemaakt. Yo man, what up? Het is je geluk man. De eerste keer ooit dat papier schaar versloeg. Ja, daar zit wat in. Shy guy, yo. Hij zegt, heer Bowser vroeg me een kort bericht aan je door te geven. Schiet op en kom naar de voorraadkamer. Oké, we komen eraan. Let's go. There we go, guys. Naar de voorraadkamer. Bowser die zegt, dit is slechts een voorraadkamer. Wacht maar tot je ziet waar dan aan de andere kant van die deur zit. Normaal zou ik je niet toelaten tot deze geheime ruimtes natuurlijk. Daarom heb ik beveiligingssysteem laten installeren. Niemand komt hier binnen tenzij ik dat wil. We moeten die pilaren dus in de goede volgorde zetten. Maar dat hebben we al gedaan. Dat hebben we al gedaan. Volgens mij hoeven we alleen nog maar even op deze knop te drukken. Hoppakee. Ja, kijk. Zie je, ze staan nog steeds goed. Lekker! Dit hadden we al opgelost. Nice. Kijk, en hier zie je dus al die bobombs hier in de voorraadkamer. Maar we gaan het wel zien wat hier in deze kamer zit. Oké, wat is dit, jongens? Het is... Ja, wat is het eigenlijk, Olivia? Het is ongelofelijk, zegt Olivia. Maar ja, wat is het eigenlijk? Bowser zegt, geduld, Origami. Nou, Mario, ik heb nog een taak voor je. Kom. Ja, gast. Wanneer ga je hiermee ophouden dan?
Hoppakee, 1000 muntjes in de pocket. Even een kistje openen. De schabloonsoldaten, miniatuur. Yo, dit was de Shy Guy die Bowser heeft gered toen Bowser van Princess Peach kasteel werd afgegooid. En Bowser heeft hem niet eens bedankt. Nou, oké. Ik ben lekker mee. Ja, zo is Bowser niet, hè? Oké, wat moeten we nou doen, Bowser? Druk op die knop links, dan worden al onze problemen verholpen. Doe het! Oké. Bam! Was dit de goede knop? Yo, wat is dit? Oh, dit is Bowser's schip! Wow, yeah! Mario gaat gewoon op Bowser's schip. We gaan gewoon samen op Bowser's schip! Ja, dit is wel een partijtje vet. Nice. Kijk, we gaan allemaal aan boord. Materialen worden meegenomen. Zijn nieuwste en zijn beste luchtschip ooit. Olivia zegt, het is geweldig. En dit ding kan serieus vliegen? Bowser Jr. zegt, wat vind je ervan, Mario? We zouden dit waarschijnlijk tegen jou gaan gebruiken. En dat gaan we misschien nog steeds doen. Dus kijk niet te veel rond terwijl je aan boord bent. En Kamek, die is er ook weer bij. En die heeft zijn magische bezemsteel terug. Nou, ik ben blij voor je. Bobby! Is dit de echte Bobby? Nee, dit is de Bobby Army, jongen. Bobby Army. Olivia vraagt zich ook af, hoe kunnen er zoveel Bobby's zijn? En ze zegt, ik dacht dat Bobby er niet meer was nadat hij mijn leven had gered met die grote boom. Ja, en de Bobomb die zegt inderdaad, verwar je mij met een andere Bobomb? Dat is prima, dat overkomt me zo vaak. We doen gewoon ons werk en als we dat hebben gedaan is er altijd wel weer een andere Bobomb om onze plaats in te nemen. We hopen gewoon dat we impact hebben, mevrouw. Oké. Ja, maar die Bobby die was gewoon een held, jongen. Dus even kijken of deze Bobombs net zo'n grote held kunnen worden. Iedereen aan boord, we gaan over 5 minuten Princess Peach kasteel bestormen. Let's go, let's do this. Klaar voor vertrek? Ja hoor, we gaan. Ik ben er klaar voor, denk ik. Hoop ik. Zo te zien is iedereen aan boord, zegt Bowser. Start de motoren. Start de motoren, zeggen de Goomba's. En daar gaan we, jongen. Gewoon als Mario zijnde vrijwillig op Bowser's luchtschip stappen. Dat gebeurt niet vaak, hè. Dat gebeurt alleen maar in Paper Mario The Origami King. Let's freaking go. Ik vind dit wel dope. En ik vind sowieso dit hele spel echt super leuk. Zo verrassend dat dit spel zo tof is als dat het is. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Met alle Koopa Paratroopa's en Kamek. Die zweeft natuurlijk op zijn eigen bezemsteeltje. Gas op de plank, zegt Bowser. Maar Bowser, wil je niet even normaal worden weer, misschien? Toevallig. Want je bent nog steeds dubbel gevouwen en alles. Let's go. Daar gaan we. Richting Olly om hem even een pak slaag te geven. En Olivia zegt, dit is geweldig. Ik kan bijna niet geloven dat deze zware boot kan vliegen. Ik moet al mijn best doen om een beetje te zweven. En dit ding is enorm. Echt iets voor jou, Bowser. En die Bowser die zegt, ik ben blij dat je bevalt. Ze hebben me verteld dat dit het meest krachtige en minst efficiënte voertuig ooit gemaakt is. Is Bowser gewoon een milieuvervuiler? Zo, ik zet even mijn groene pet op. Want anders, GroenLinks moet deze video niet zien. En dan compenseer ik het groen een beetje. Dat we wel een beetje efficiënt zijn. Jesse Klaver, niet kijken. Deze video is niet goed voor je hart, jongen. Oké. En door. Bowser die zegt, ik zou je graag nog meer willen laten zien, maar we zijn er bijna. Zie hoe hard die kan. Heer Bowser, er duiken vijanden op, recht voor ons. Wow, wat zijn dit voor vijanden dan? Wow, dit zijn gevouwen vliegtuigjes. Ja hoor, Olly Army is represented. En Bowser die zegt, nou wat, denken jullie dat die kanonnen voor de sier zijn? Laat ze en open het vuur. Ja hoor, daar komen de hulpjes van Bowser. Hoppakee. Die gooien even wat bommen hier hoe noem je dat soort dingen? Weet ik veel, waar je die bommen in stopt. Kanonnen, dat woord zocht ik. Oh, wat een gevecht jongen. Lijkt Tweede Wereldoorlog wel joh. Dit is niet normaal. Doe eens rustig. Oh. Kijk, ja hoor, de bullet bills worden afgeschoten. Kamek doet zijn ding. Hoppakee, lekker bezig Kamek. Nice. Daar gaan we. Oh, dat was het. Bowser die zegt dat was makkelijk. Geen krasje op de verf. Lekker bezig Bowser. Maar er komen er nog meer aan. Yo, Olly, hou eens op jongen. Oh, dit zijn er gelijk ook echt 3 keer zoveel. Nice. Ik moet even met Bowser mee om het nuttig te maken. Oké, Bowser. We gaan gewoon samenwerken. Man! Bowser en Mario werken gewoon samen. Met het megakanon. Hoppakee, lekker man. Een beetje Star Fox Adventures erbij. We mogen gewoon gaan kanonnen schieten, jongen. Lekker. Oké, jongens. We gaan jullie helpen. Ja hoor, kom maar. Knal ze over de hoop, zegt Bowser. Komt goed. Daar? Moeten we richting die... Oh, daar. Daar. Ja, lekker Bobby's. Oh, ik ga gewoon Bobby schieten. Bam, lekker. Ja, dit komt goed.
Dit gaat goed komen. Hoppakee. Daar eentje, daar eentje, daar eentje. En daar eentje. Ja hoor, lekker. Oh, nu gaan ze vliegen. Ja, oké. Ja, die hebben... Oh, die moeten we twee keer raken. Nu weer in de verte. Nice. Die zijn weg. Toppie. Oké, volgens mij komen er... Oh, er komen er twee aan vliegen. Kamek doet... lekker, Kamek. Pak ze. Pak ze, Kamek. Oh, pak ze. Ik word afgeleid. Ik probeer de Kamek te helpen. Dit is niet oké. Dit is niet handig. We moeten een hartje pakken. Lekker. Oké. We hebben geen perfecte score, jongens. Ik werd afgeleid. Ik had Kamek niet zo moeten helpen, denk ik. Oh, wat is dit? Oh, snap. Kamek die gaat het even uitzoeken. Maar volgens mij komt er een mega vliegtuig aan. Ja, deze. 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 Ja, en deze. Hoppa. Top. Nu weer zo'n vliegende. Ja, nou ja, ze vliegen allemaal natuurlijk. Een vliegend vliegtuig. Wow, wat bijzonder. Pak hem, lekker. Nu deze. Oh, ja. Net op tijd, hartje erbij. Lekker, oké. Moet de Koopa Paratroopa redden. Oké, ik ga je proberen te redden, vriend. Hier, hoppakee. Dat is één. En... Oh, nee, red hem. Ja, we hebben de tweede ook. Hoppakee, tap, tap, lekker. Daar nog één, daar nog één. Dit is super vet, jongen. Dit is echt Star Fox Adventures. Dit is echt sick. Ah, kijk, we hebben hem gered. Hij zegt, bedankt dat je me hebt gered. Ik dacht dat ik er geweest was. Graag gedaan, vriend. Graag gedaan. Hoppakee. Hartjes erbij, alles. Die we eigenlijk niet nodig hadden tot nu toe. Maar dat maakt niet uit. We hadden er eentje nodig, denk ik, tot nu toe. Ja, top, top, top. Nu naar links. Ja, super. Ja, hoor. Pak ze. Hop, hop, hop. Op. De bobbies die raken gelukkig nog niet op. Ik weet niet hoeveel bobbies ik al heb afgeschoten, maar dat is niet normaal, jongen. Arme bobbies. Arme, arme bobbies. Oké, kunnen we die ook pakken? Oeh, oh nee. Nee, ik heb Bowser Jr. geschoten. Pak hem. Pak dat schip. Bowser Jr. vliegt nou niet de hele tijd voor mijn neus. Ja, oké. Ik heb er tot nu toe eentje gemist, volgens mij. Oh, snap. Nee, we worden nu een paar keer achter elkaar geraakt. Net op tijd. We hebben nog 3 hartjes over. Hoppakee, nu hebben we weer 5 hartjes. Lekker. Zo, dit duurt best wel lang, jongens. Deze epische flighting simulator game. Bowser Jr. zegt... Oh, was dat het? En Kamek zegt... Nee, kijk naar beneden. Wow, wat is dit? Wat is dit voor mega vliegtuig? Kamek zegt, ons lot ligt in je handen. Jonge meester, we moeten vluchten. Oké, later. Ik ga dit wel proberen te fixen. Schiet dat ding gewoon verrot. Lekker, bobbies. Lekker. Hop. Ja, nice. Even de kleine vliegtuigen zien te pakken nu. Top. Daar nog één. Daar zijn er meer. Ja, ja, ja hoor. Ja, nice. Nu het grote vliegtuigje misschien. Ah, het grote vliegtuigje raken we nog niet echt heel veel. Kleine vliegtuigjes dan maar. Ja, top. Grote vliegtuig. Raken we het grote vliegtuig? Nee, die kunnen we niet echt... Ja, die raken we nu wel een keertje. Nice. Ondertussen ook de kleine vliegtuigjes proberen te blijven raken. Nice, 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 nice. Pak het grote vliegtuig. Ja, kijk, nu hebben we hem een paar keer geraakt. Top, top. Dit gaat super. Je moet een soort van balans vinden tussen het grote vliegtuig en de kleine vliegtuigjes die je ook moet blijven raken. Pak het grote vliegtuig. Lekker. Nu de kleintjes die dichtbij komen. Pak hem. Pak hem. Hij is bijna down. Hij is bijna kapot. Lekker. Sloop hem. Sloop hem. Oké. In de verte weer. In de verte. In de verte. Nice. 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 Nu deze. Oeh. Is dat hem? Is die kapot? Hij is bijna kapot. Nog niet helemaal. Hij is nu... Ja. Dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. Dit was het. Ik kan niet meer schieten. Kamek vraagt, is het vernietigd? Hij is helemaal in de kreukel, zegt Bowser Jr. Hij komt recht op ons af. Blijf schieten, Mario. Blijf schieten. Maak hem kapot. Lekker. Hoppakee. Oh, nice. GroenLinks zou hier niet blij mee zijn, hoor, met al die uitstoot. Bowser Jr. zegt, het kwam voornamelijk door vaders luchtschip. Ik zeg het alleen maar. Oh, Kamek die neemt het voor mij op. Die zegt, kom nou, Mario heeft werkelijk een uitstekende prestatie geleverd. Ja, ik ben wel team Kamek, want Bowser Jr. die zit ons alleen maar belachelijk te maken. Olivia zegt, Mario, je bent onze held en de explosie van die bobbies was ook geweldig. En Bowser die zegt, nou ja, laten we niet overdrijven. Het luchtschip stond aan de basis van ons succes. Weet je wat, we werken gewoon goed samen. Dat is toch genoeg, jongens? Ja, en daarachter de wolken... Achter die wolken is Peach haar kasteel. Vijand aan bakboord, hij komt op ons af. Wow, pas op, pas op. Oh nee. Nee, we gaan neerstorten.
No, Bowser, je schip gaat eraan. Ja, nee, dit ziet er echt niet goed uit. We zijn gepenetreerd door een vliegtuig. Oh, snap, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Daar, pas op, pas op. Oh nee, in de berg? Ja hoor, we belanden keihard in de berg. In de saunakrater zijn we beland. Kamek zegt ook dat nog, we zijn alweer neergestort. Ik bedoel, we zijn voor de eerste keer ooit neergestort. En Bowser is er niet eens. Nee, waar is Bowser nou weer? Vader gaat hier echt niet blij mee zijn, zegt Bowser Juniors. En de verzekeringspremie die is al zo hoog. We waren zo dichtbij Peach Kasteel. We kunnen er niet ver vandaan zijn. Precies. Positief denken, Olivia. Daar hou ik van. Mario die is een beetje aan het zweten nu. Wat is er met Mario aan de hand? Alles staat in brand! No! En Kamek zegt, nou, misschien is er een simpele verklaring. Want we moeten Peach Kasteel gemist hebben en in een vulkaan geland zijn. Yo, no shit! Hey, is Bowser er wel? Bowser is daarboven! Yo, Bowser! Jij hebt een chiller plekje. En Bowser die zegt, maak je niet druk om dat lichtschip. Ik bouw wel weer een nieuwe. Kom naar boven, ik wil je eens laten zien. Oké, we komen eraan, we komen eraan. Let's go! We zijn de bezemsteel wel helaas kwijt. En ook de clowncapsule van Bowser Jr. Dus we kunnen niet vliegen. Nee, we moeten te voet verder, jongens. Hoppakee, even deze muntjes oppakken. Want ik zag deze muntjes net al klaar liggen voor mij. Ja, top. Dan gaan we even hier naartoe, denk ik. Misschien moeten we wel een klap geven hier tegenaan. Ja, kijk, 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 kijk. Hoppakee, bruggetje erbij. Dan nog even hier een klapje tegenaan. Kijk, weer 1000 muntjes. Ik krijg echt superveel muntjes de laatste tijd. Oké, bruggetje oversteken. Oh nee, oh nee, een army van Goomba's. Oh nee, een army van papier-mâché bobbies. No! Oh snap, ze gaan dat schip kapot maken, hè? We kunnen niet meer terug, jongens. Ik denk dat we moeten gaan rennen. We moeten echt rennen, jongens. Let's go, rennen! Voorbij deze bobby. Oh, die bobbies gaan exploderen. Let's go, rennen, 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 lekker. Oh nee, de Goomba's die zijn er ook door. Ze gaan helemaal loco. Ze worden helemaal geterror. Hoppakee, door, 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 door. Rennen! Dit is zo vet. Bruggetje over, let's go. Niet vallen, niet vallen, niet vallen. Pas op voor de vliegende lava. Daar, Kamek wordt bijna opgegeten. Maar we zijn er nog. Kamek! Kamek! Oh, nice. Nice. Kamek beschermt ons. Lekker bezig, vriend. Hebben we jullie Game of Thrones gezien? Kamek doet even een Hodor. Hodor. Hold the door. Hold the door. Let's go, Bowser Jr. Thanks, Kamek. Later. We gaan er vandoor. Oh, Bobby, Bobby, Bobby. Explodeer maar. Explodeer. Ja, toppie. Je mag die rots even kapot maken. Super, dankjewel. Dankjewel, Mega Bobby. Hier, nog een keer. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ja, ren maar op ons af. Ren maar op ons af. Kom maar, kom maar. Ja, top. Explodeer. Ja, nice. Nice, nice. We worden gewoon nogmaals geholpen door de bobbies. Ze hebben het zelf niet eens door. Kamek. Kom. Kom hier. Oh, nee. Kamek has been overrun. No, Kamek. Je hebt ons goed geholpen. Wow. Oké. Ah! Door. Ren. 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 Spring. 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 Spring! Nee, nee. Oké. Wat een chaos, jongens. Wat een chaos. Bowser Jr. die is nu aan het vechten. Oh, maar die vindt het alleen maar leuk. Bowser Jr. houdt van vechten. Junior, pak ze aan, jongen. Pak ze aan. En tot later. Let's go. Wij gaan richting Bowser. En die zegt... Junior! Oh, nee. Oh, nee. Nee! Oké. Oh, snap. Oh, snap. Dit gaat hard. Ze gaan hard. Bowser wordt helemaal lijp. Kijk hem. Hij gaat vuur spuwen. Hoppa. En dat was het, jongen. De Goomba's kunnen er niet meer langs. Wat een run, jongen. En Olivia zegt, ja, Kamek en Junior, ja, dit ging niet goed. Maar Bowser die heeft gezien wat er gebeurde. Ze kunnen zichzelf wel redden. Ik wil niet te veel ingaan op mijn opvoedingsmethodes. Maar soms moeten je kinderen ook zelf een risico nemen. Nice. En Bowser zegt dat het hoofdkanon van het luchtschip nog steeds intact is. Maar als we onszelf erin proppen, kunnen we onszelf dwars door het plafond schieten. Oeh, we gaan gewoon onszelf afvuren. Let's go, Bowser. Lekker bezig. Ja, Mario doet ook mee. Olivia, doe je ook mee? Dit is vet. Let's go. Daar gaan we. Bam! Ja, dan gaan we maar zo naar Peach Kasteel, hè. Als het niet anders kan, dan doen we het maar zo.
Wow! Dwars door de grond. Lekker. Lekker gedaan, Bowser. Ja, dit was inderdaad een goed idee van je. Hij zegt, waarom krijg ik nooit waardering voor mijn goede ideeën? Maar Olivia vindt Bowser geweldig en ze is aardig onder de indruk hoeveel volgelingen die al heeft. We moeten alle moed bij elkaar rapen. We moeten mijn broer tegenhouden en Princess Peach redden. Oh ja, dat moeten we zeker even gaan doen. Maar eerst gaan we deze even lostrekken, zodat we terug kunnen naar Tooddorp. We gaan ook even opslaan. En dan gaan we eens even kijken of hier nog wat te vinden is. Is hier een zijingang of zo? Nee, we moeten echt door de hoofdingang blijkbaar. En dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel afleveringen er nog komen, maar we zijn nu echt bijna bij het einde. We zijn bij Peach Kasteel. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en wil je mijn luisteren gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon, bij de volgende, misschien wel de laatste Paper Mario video. Mazzel!